Vandaag gaan we aan de slag met pannenpastel. De Art Supply Expeditie. Anne en Nienke testen tekenmaterialen, zodat jij het niet hoeft te doen. Of misschien juist wel. Sorry alvast voor je portemonnee. Oké. Pannenpastel, wat is het? Ja, dat is een goede. Dat dacht ik ook toen ik het zag. Oké, waar doet je dit aan denken? Nou, kijk, ik durf het niet te zeggen. Ik denk dat ik dit net niet meegemaakt heb. Hier komt ons leeftijdsverschil naar boven. Want als jij namelijk net als ik uit de jaren 80, 90 komt, dan herken je dit misschien wel, want de HEMA had vroeger van die make-up torentjes. Ja, en daar lijkt het heel erg op. Ik ben er door heel veel mensen op gewezen en dit komt me inderdaad vaag bekend voor. Maar ja, ze noemen het volgens mij ook wel make-up voor je papier, toch? Dus ik denk dat het ziet er ook wel heel lekker, vooral deze kleurtjes, heel lekker make-up uit. Maar kijk, je snapt natuurlijk al, dit is mijn lievelingskleur. Ja, die is echt heel mooi. Zo maar het zijn lekker. Zulke lekkere hoge kleuren. En dat is het dus ook eigenlijk. Het is mega gepigmenteerde. Ja, het is pastel. Soft pastel. Dus eigenlijk pastelpoeder. Dus eigenlijk is precies zoals het werkt met make-up. Dat het dan geperst zit in een soort concentratie. Dus het is heel hoog gepigmenteerd. En je gebruikt het dus. Ja, ik gebruik niet zoveel pastel. Nee, gebruik jij veel pastel? Tot nu toe oliepastels en waxpastels. Maar nog niet zoveel pastel. Van die krijtjes lijkt dat een beetje krijtig. En dat is ook wel gelijk mijn eerste ding waarom ik altijd een beetje een soort drempel heb met softpastels. Omdat ik denk, oh ja, dat krijtige, dan wordt het zo toch een beetje stoffig en zo. Stoffig en vies. Dus was een beetje onze verwachting. We kregen dit dus binnen. Deze video is trouwens gesponsord door Pannenpastel. Dat is ook wel goed om te weten. Ja. Maar we zijn altijd eerlijk. We geven altijd onze eerlijke mening. We hebben even 3 setjes eigenlijk gekregen. We hebben een beetje met primary colors en ook groen en dat soort dingetjes. We hebben een skin tone set met helemaal dat soort zachte en mooie bruintinten. En, want jij zei net, ik heb die kleine applicator niet, maar we hebben ook dit setje met een zwart, een wit, een blender en daar onderin. Tada! Ja, heerlijk, dat is deze dan. Ik zie het. Ja, wat handig. Daar zit hij in. Maar hier zit ook een kleurloze blender in. Daar ben ik dan ook benieuwd wat dat dan doet. Oh ja. Want ik heb ze stiekem, we hebben ze al wel eens uitgeprobeerd. Niet stiekem. We konden het gewoon niet weer staan. Toen heb ik eigenlijk voornamelijk met de primaire kleuren gewerkt en daar kun je ook mee mengen. Dat is ook heel erg leuk. Ja, dus je hebt eigenlijk niet. Ook al hebben we allebei heel erg full set syndrome en willen wij het liefst alle kleurtjes. Je hebt dus waarschijnlijk niet alle kleurtjes nodig. Nee. Omdat je net zoals verf eigenlijk met elkaar kan mengen. Wij kregen dit binnen, wij kregen het opgestuurd. Oh. Die kregen we in een mooie tray. We zullen even een plaatje invoeren van hoe dat eruit ziet. Want wij hebben de verpakkingen niet meer. Nee, want wij dachten allebei, met die verpakking ga je uiteindelijk niks doen. We hebben al best wel veel spullen in de studio. We moeten een beetje ruimte hebben. Dus inderdaad, jij voegde alle mooie torentjes samen. Ik deed even in een kleiner handig doosje. Totdat ik volgens mij online even een video zag. En iemand zei, ja, heel handig. Je kan een soort palet creëren met de verpakking. Daar klik je al die doosjes in. Dus ik heb de Anne. Heb jij die verpakking nog bewaard? Die had ik ook weggedaan. Tip, dus bewaar de verpakking. Je kunt het loskopen. Ja. Maar daar betaal je wel €20 voor. Dus per verpakking. Dus gooi hem niet weg. Die applicators, want daar kregen wij ook veel vragen over. Ja, want het werkt dus niet zoals krijtjes. Het is een beetje bijna een soort schilderenachtig. Als in, het is meer het opbrengen dan dat je echt lijntjes zet zoals met potlood. Ja, en het wordt ook, je kan gewoon grotere vlakken. Want daar vond ik het meest op lijken. We hebben het stiekem al 1 keertje heel even een beetje geprobeerd. Daar vond ik het meest op lijken. Dat het eigenlijk lijkt of je in 1 keer een heel groot vlak van potlood kan doen. Ik vind dat dus heel erg fijn, want ik teken niet voor lief. Als ik met potlood doe ik altijd heel kleine dingetjes. Je hebt dus grote kwastjes voor de grote oppervlakte. Je hebt ze al wat meer medium. Je ziet, ik heb deze al een keer gebruikt. Je hebt deze, unit. Klein en dan met zo'n mini sponsje erop. Zo. En je hebt dus ook echt, dit zijn echt de make-up dingetjes. Daar heb ik er zelf nog even wat extra van bijgekocht. Kijk. Die heb ik helemaal niet. Dat is gewoon echt alsof je dus zo'n make-up dingetje hebt. Dus je zou het ook prima kunnen proberen als je dit krijgt van, wat heb je misschien al aan sponsjes en make-up die kwastjes in huis? Om het daar gewoon mee te proberen en dan kijken ook van, wat voor een effect geeft dat? Maar het zijn wel hele stevige sponsjes. Ja, het is ook wel even pielen om dit op zo'n plasticje te krijgen. Daar heb je volgens mij ook reserve van. Ja, hier. Kijk. Oh ja. Die kun je dan weer vervangen. En misschien moeten we al gelijk een eerste vraag beantwoorden. Want we kregen best wat vragen over die applicators. Hoe namelijk inderdaad van, moet je nou elke keer een nieuwe gebruiken als het gebruikt is? Je ziet deze nog lekker rood. Je kan ze tussendoor afvegen op een keukenrolletje om het ergste ervan af te halen. Lukt het? Ja. Ik zei, ik meld na het eind van de video weer. Ik ga dus even verder. Maar we kregen ook een super goede tip. Want je kan het dus blijkbaar ook gewoon in de wasmachine gooien. Gewoon in zo'n BH-zakje. Gewoon in zo'n waszakje doen. En dan even goed in een wasmachineprogrammaatje. Of denk gewoon met een beetje sopje maken. Maar voordat je het schoonmaakt, moeten we het toch eerst gaan doen. Moeten we die gewoon lekker gaan swatchen. Hoe ziet het eruit? Hoe werkt het op verschillende papieren? Gekleurd papier, gewoon papier. We gaan het lekker voor jullie testen.
Kan zin in. En hij zit erop. Let's go. Ja, wij hebben dus, nou ja, behalve die ene tekening eigenlijk geen ervaring. Dus laat even weten of jij ook ervaring hebt. Vinden we leuk om te lezen. En dan gaan wij er lekker in duiken. Schatje. Joehoe. Eventjes testen op mijn manier, op deze manier. Ja, we gaan één blaadje opofferen. Ja, we gaan het gewoon doen. Maar okay. Wacht, als jij nou de primaire kleuren doet, doe ik de skin tone set. Is dat een idee? Dat is goed. Kijk, je hebt mega veel pigment zit er dan meteen op. En dan kan je dus gewoon, nou ja, zo'n... Dit zie je niet natuurlijk, want ik ben nu wit aan het doen. Ja, wat is deze structuur? Ik ga wel even op gekleurd papier straks ook even swatchen. Ja. Ik bedenk me nu, want tussendoor wil je dus even dat kleurtje ervan afvegen. Maar heerlijk. Ja, keukenrol bij de hand. Ja, dus je kan hier... Oh, dankjewel. Voor als je hem tussendoor dus even wil schoonmaken, dan kan dat even zo. Ja, want we hebben dus allebei al even mee gewerkt. Wat was jouw eerste indruk? Wat viel je op? Nou, ik vond het heerlijk dus dat je meteen zo'n groot vlak kon doen, zoals dit. Ik krijg meteen dus zin om dit te smeren. Ik vind hem overigens op dit papier iets minder fel overkomen naar mijn idee dan dat het toen was. Ja, want we werken nu op gewoon tekenpapier. Maar je hebt ook wel speciaal papier voor pastel. Of pastel potlood en pastel softpastels krijgt. Dus, en we hebben ook wel gekleurd mixed media papier. Dus we gaan gewoon wat verschillende papiertjes zo meteen testen. Want het kan echt inderdaad in kleur heel veel uitmaken. Want hij kan zo fel worden als dit ook op papier. Ja. Goed, ik heb dan meteen zin om hierin te gaan. Maar dat moet ik niet doen, hè? Ik moet eerst netjes afvegen. Even afvegen. Okay. En het viel me vorige keer ook op dat het inderdaad echt super gepigmenteerd is. Dus dat je eigenlijk helemaal niet heel veel nodig hebt om best wel een groot oppervlak een kleur te geven. Ja, precies. En dat je dus ook niet heel erg nu je hele kwastje hoeft te vullen om hier al lekker kleur op te krijgen. Ik kan dit dus niet laten. Ik weet dat we pas later eigenlijk gaan testen. We moeten nu eigenlijk swatchen. Van mij mag je. Nee, ga los. We gaan swatchen. Ik ga hier nu de structuur houden. We gaan swatchen. We hebben verschillende soorten papiers, aquarelpapier, pastelpapier, je hebt allemaal verschillende merken. Ja, dit heeft wel... natuurlijk een beetje dat structuur. Ik heb een portret ermee getekend vorige keer. Dat je echt voor mijn gevoel eerst het papier moet vullen. Dat je echt een beetje die hobbeltjes in het papier moet vullen. Mm-hmm. En dan heb je echt het materiaal lekker op je papier. Dan zijn die gaatjes een beetje gevuld. En dan kon ik echt eindeloos kleuren met elkaar blenden en over elkaar heen zetten. En weer een nieuwe kleur. Dus elke keer de kleur die je bovenop zet is wel het meest zichtbaar. Maar dat viel me echt heel erg op, dat je dus eindeloos laagjes kan geven nadat dat eerste laagje gevuld is. Ja, dan krijg je niet echt weg of zo met dit. Je kan ook gewoon met je vinger, hè? Oh ja, ik denk dan wel, krijg je dan misschien je huidvet wat meer. Dus dat daarom een applicator wel beter is misschien. Maar het is ook wel leuk. Ook wel leuk om te zien. Ik kan me ook voorstellen dat je, wattenstaafjes. Dat lees ik ook wel vaak dat mensen het gebruiken als blenders. Oh, gaat er niet pluizen dan erin? Ja. Oeh, lekker dit. Misschien afhankelijk welk merk je gebruikt. Nou, maar het valt me echt heel erg mee, ook wit, hoe goed je dat wel ziet. Ja, je ziet enorm goed. Ja, ik word hier wel blij van. Ik heb nu al zin om iets te gaan tekenen / schilderen straks. Ja, dus dat is denk ik wel een goeie, dat je gewoon moet gaan testen met het materiaal wat je in huis hebt. Dat zeggen we altijd, je hoeft niet altijd heel veel nieuw te kopen. Maar ga je naar testen gewoon het papier wat je al in huis hebt, van hoe werkt het. En het kan best dat het op het ene papier super goed naar voren komt. Ik weet dat we ook wel eens verschillend mixed media papier of watercolor papier in zwart hebben geprobeerd. En de een viel alles echt flat qua kleur. En de ander kwam het heel goed naar voren. Ja. Ik kan me ook voorstellen dat dit op een beetje gewoon karton. Ik herbruik soms zelfs gewoon karton van verpakkingsdoosjes. Die zijn nu wel wat deze lekkerder. Komen meer eruit, hè? Ja, want als ik deze nu vergelijk, dan komen hier de kleurtjes wel beter naar voren. Ja. Maar ik kan me voorstellen dat een portret, want daar hou ik heel erg van, bijvoorbeeld op warm gekleurd papier weer heel mooi naar voren komt. Ja. Dat je al een beetje zo'n rood of bruinige ondergrond hebt. Dat weer heel mooi is. Ik kan één ding niet laten. Het gaat eigenlijk over technieken, maar ik doe het stiekem toch nog heel even. Kijk, ik vind dit dus zo leuk. Dat je dus gewoon die kleurtjes ook met elkaar kan mengen tot gewoon een groen. Maar daar kunnen we echt een hele compleet aparte video aan wijden. Dus dat gaan we ook doen. Dit is echt de eerste indruk en het swatchje. En we gaan op alles kanaal gaan we video plaatsen waarin we alle technieken lekker gaan uitproberen. Die staat al voor je klaar, dus check hem. Uiteindelijk gaan we er ook allebei een artwork van maken. Maar die video's komen pas volgende week weer online. Volgende week dus. Doei!